wat goed dat jullie weer kijken. Vorige week werd in shownieuws bekendgemaakt dat Leona Filippo de gast zal zijn tijdens Elvis A Christmas With The King. Natuurlijk spraken wij haar zelf ook eventjes. You're the devil in the sky. Hallo allemaal, eindelijk mag ik het verklappen, want dit jaar wordt kerst fenomenaal. 21, 22 en 23 december sta ik namelijk samen met Graham Patrick in AFAS Live Elvis Christmas with the King. Ik zie jullie daar! Elvis A Christmas With The King is te zien op 21, 22 en 23 december in AFAS Live, wat vroeger de Heineken Music Hall heette in Amsterdam. Kaartjes kun je kopen via onze website hieronderin. Voordat West Side Story naar Nederland komt, is de tournee eerst nog even te zien in Parijs en Shanghai. Precies, vlak bij elkaar. Actrice Anouk van Nes, die in de Nederlandse versie toen ter tijd de rol van Graziella speelde, nam alvast een kijkje in Parijs. Ik zit echt met sterren in mijn ogen te kijken. Het is heel bijzonder. Het is heel romantisch. Het is ontzettend goed gedaan. Fantastisch live orkest. Een waanzinnig hele jonge, jeugdvolle, prachtig getalenteerde cast. En nou ja, ik vind van begin tot einde zit ik te smullen. West Side Story is vanaf 12 december te zien in het World Forum Theater in Den Haag en vanaf 2 januari 2018 in het Martini Plaza in Groningen. Trouwens, gisteren begon de tournee van de Carmina Burana. En kom op, deze muziek kent iedereen, toch? Deze week was een klein deel van het orkest ook te zien bij De Wereld Draait Door. Dat was zeg maar een ander stukje uit de Carmina Burana, want het hele orkest, dat zeg maar veel te groot is, paste niet in de studio. Maar het hele orkest plus het koor zal aanstaande vrijdag 10 november te zien zijn in Tijd voor Max om 5:10 middags bij NPO 1. Aanstaande zaterdag kun je de Carmina Burana zien in de Grote Kerk te Apeldoorn. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar. En maandag en dinsdag kun je het zien in het Concertgebouw in Amsterdam. Dus ik zou zeker daar gaan kijken. Mocht je natuurlijk kaartjes willen voor West Side Story of Elvis Christmas with the King, kijk dan gewoon even zoals altijd op onze website. En ik zie jullie volgende week weer.